Het aantal studenten op het Polytechniek College, PTC, loopt terug sinds de koersinflatie, zei PTC-directeur Robbie Holband gisteravond tijdens het openingscollege. In deze crisis stellen steeds meer mensen prioriteit waar ze hun geld aan uitgeven. De school heeft geprobeerd studenten tegemoet te komen om een lagere koers te hanteren. Maar ook dat mocht niet baten. De terugval van studenten heeft volgens de directeur alles te maken met de koersontwikkeling. We als studenten toch wel die situatie heeft moeten ondervinden, heeft het meegemaakt. Omdat u ook heeft gemerkt dat u de collegegelden met de koers heeft moeten betalen. Wat er wel zo is, is dat wij nooit de marktconforme koers hebben gehanteerd. Maar we begrijpen wel dat het echt wel een uitdaging is om de bedragen die wij vragen voor de studies, om die op boven water te halen. Maar wij merken het ook als instituut. Toch? De stijging van de operationele kosten, alle kosten die gerelateerd zijn aan de koers, maar ook de gehele inflatie, die zorgen ook ervoor dat de inkomsten van ons instituut achteruit gaan. En het komt niet alleen maar vanwege die hoge kosten, maar ook vanwege het feit dat, zoals het bijna bij iedereen in Suriname is, mensen dus keuzes gaan maken waarvoor ga ik nu mijn geld gaan uitgeven. Holband geeft ook aan dat door de koersontwikkeling van de afgelopen periode het moeilijk voor het instituut is om het hoofd boven water te houden. Dat komt veelal omdat PTC niet de marktconforme koers hanteert. Een andere pijn voor PTC is dat dienstverleners wel de marktconforme koers hanteren. Om aan onze wensen te kunnen voldoen, moeten wij de vergoedingen die zij vragen gewoon marktconform betalen. En dat zal ik een paar noemen. Als we kijken naar, we zijn bezig met ons gebouw, daar hebben we energievoorzieningen en EBS. Zet gewoon de marktconforme dollarkoers voor PTC. We zijn bezig te accrediteren en we krijgen van Nova de marktconforme koers. De centrale bankkoers die wij moeten betalen voor de bedragen die zij daar aangeven. Dus ook dat zie je dan daar gebeuren. En dan heb je dus een ander aspect dat het moeilijk maakt voor het instituut, omdat wij hadden gehoopt met de aanpassingen die wij doen, dat wij meer studenten zouden krijgen, merk je dus dat ook de studentenaantallen teruglopen. Dat maakt het dus een beetje moeilijk voor het instituut om verder te gaan. Holband zegt dat PTC extra middelen heeft gevraagd aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om toch de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Echter werd het onderwijsinstituut op 21 december in kennis gesteld dat het ministerie de extra subsidie niet kan geven, omdat zij op commerciële basis activiteiten ontplooien. Dat heeft volgens Holband pijn gedaan, omdat zij meerdere keren hebben aangegeven dat zij onder de koers hebben gewerkt om studenten tegemoet te komen.